Welkom bij Roos Italië. Welkom in mijn tuinkantoor tijdens deze coronacrisis. Eigenlijk had ik nu een rondreis moeten maken. Ik had een prachtige trip gepland met de auto naar Livorno. Nam die Livorno over en met boot naar Sicilië. Sicilië, Puglia, Abruzzo, Lamarca. Ik had weer mooie beelden voor jullie maken van de leukste vakantiehuizen, het lekkerste eten, mooie plaatsen. Maar helaas gaat het nu niet lukken. Ik hoop het later dit jaar nog wel te kunnen doen, maar ik weet het allemaal niet zeker. Intussen hebben we toch besloten om een leuke film te maken met wat oude beelden die we hebben uit de betreffende regio's. Om zo toch een beetje een idee te geven wat zo'n trip ongeveer in zou houden. En ook om gewoon leuke dingen over Italië te kunnen blijven delen. Want dat vinden wij toch wel erg belangrijk, want het is een geweldig land waar je heerlijk op vakantie toe kunt gaan. Zeker na deze crisis. Like het, deel het en geniet ervan. Dankjewel. Oh, wij zijn hier dus nu in Sicilië, Palermo. We zijn onderweg van Trapani in de Eritje. Welkom in Monopoly. We zijn in de Gallipoli en ik moet een rauwe garnaal proeven. Een geweldig restaurant hier. Oh man. Monopoly naar San Omero in Abruzzo. Ik ben nu in de Marca, in de provincie Ancona, dat tegen de grens met de Peso Rabino aan. We zijn naar Colagna! Lekker truffels eten naar Colagna, de 54e truffelburg. Vriendelijk bedankt voor het kijken en ik hoop jullie heel snel weer te zien in het prachtige Italië. Geniet ervan! Ik kan niet zeggen, het is alleen al de moeite waard om naar Puglia te komen. Om hier in Gallipoli eerst vis te eten. En daarna een dolce hier. Echt prachtig, heerlijk, lekker.